En welkom bij Gaming Ritueel. Ik ben Robby Dick en dit hier is Wappers en vandaag spelen we weer Borderlands. Jullie hebben een stukje gemist. Het spel was door Streamlabs was gecrashed. Ik was vergeten het nu aan te zetten. We hebben deze dudes gered, we hebben een paar honden gekild, een paar mannetjes gekild, niets interessants. Lilith hebben jullie al gezien, we zijn nu terug naar waar we vandaan kwamen. En we moeten nu naar Ellie voor onze auto. Het enige wat jullie gemist hebben zijn een paar moorden. Voor de rest geen legendary loot of speciale loot of wat dan ook. Hey Wappers! Hi! Nou, we moeten een auto halen bij Ellie. I know. Dan gaan we dat maar doen. Volgens mij staat Ellie ook in Borderlands en we hebben hier nog een quest. Ja, als je die mee wil nemen, nemen we hem mee. I know you're busy, but a friendly reminder, you could totally be busy. Please help me! Recruit, you have to help me! I lost my antenna! Aww. This is an opportunity, Bio. I can help you freshen up your look. Yes, I'm gonna be bigger and badder than ever. But this is an important fashion decision. Bring me replacement antenna options, recruit. Options, I say. Go forth. Even though finding me a new antenna is vitally important, you can do this mission on the side, and you'll probably want to get a vehicle for this one. Okay, yeah. Dus we moeten ons nog. Eerst Ellie's halen. Op naar Ellie. Vaughn, what the hell? You knew I've been looking at that map. Why didn't you bring it to me? Okay, I see what happened here. Let me explain. I let the map slip into the hands of culty psychopaths, and now the whole galaxy's in danger. Yeah. Now remind me, what'd you say you was gonna do to my gal pal Lil? God Queen Tyrant will drink soup from the yeah, more, yeah. Great heretic! My bad, finger slipped. Oh, howdy! Didn't see you there. A desert rose, thorny for rockets. Zij zegt dope. Maar klopt het wel met opnemen? Kijk, ik zie dit. Ik heb je wat gestuurd. Dan moet je even kijken. Ik ga even klopt checken. What are you staring at, huh? Ja hoor, dat is geen probleem. Oké. Okay. My kind of girl. Ain't you a heartbreaker? Zeker. You said you was looking for a vehicle. Damn cultist stole all mine. Mine stealing me one back. Then I'll set you up with a catch a ride. Waarom wil je trainen? Thanks for coming by. En wou je die sniper niet dan? Oh ja, dat mag. Ja, het hoeft niet hoor. Het is niet verplicht, maar... Ja, het is niet verplicht. Kijk, ja... Ja, eens duur. Oh, het is inderdaad een. Oh, die wil ik erg graag hebben. Hoor. Hoop. Hebben we nou gehaald? Ja, volgens mij wel. Oké, we moeten er een take vehicle, hijjack vehicle hier. Ja, I know how. Echt, I know how. En de scrapjack. Dan hoop ik. Je moet niet hopen, maar doen. Oh. En we zijn level 5. Jij bent level 5. Ja. Dat betekent dat jou bijna level 5 bent. Really? Nou ben ik level 5. Scratch. Don't be shy. Pick a car and throw the driver out. That's how we do around here. Oh, jij bent er al. Ik ben achter jou. Ik loop je net voorbij. Oh ja, oké. Listen, bro. Hier gaan auto's rijden, zo meteen. Ja. En
Dan moeten we er gewoon eentje uit een auto vandaan trekken. Gaan we doen. Ik hoor auto's. Oh, hier liggen ze. Oh, dat is een looting. Schiet hem. Dit kleine mannetje willen we hier hebben. Ja, nice. Kijk dit, gast. Dat is fucking nice. Ja, daarom. Kijk hier nog meer. Check. Gast, kijk dit. Ken je die dingen niet? Nee. Die zitten er al vanaf, geloof ik, de eerste in, ouwe. Die droppen al het reet goede shit. Ja, ik pak ook alle gekleurde shit op, zeg maar. Ja. Oké, ik zal er even één uit salt op. Dan moet ik niet voor mijn flikken gereden worden, zeg maar. Ja. Dit is voor mijn auto, zeg maar. Dank u. Ja, zal ik gewoon bij jou instappen of moet ik gewoon een eigen auto pakken? Wat jij liever wil, hoor. Ik pak hem wel. Oké, ik pak wel weer een andere. Oh, die stuurt waar je heen kijkt, dat was ook zo. Hier staat ook nog een auto. Nice. Oh ja, dat moet ik zo, dat moet ik wel even veranderen, broer. Wat dan? Ja, dit rijden, dat moet ik wel even veranderen. Ik ben nou een enige jump, ik weet niet echt hoe ik bij je kom. Oh, sorry. Dat ik echt voor een dicht hek. Ken je, ik ben terug naar Ellie's, kun jij daar naartoe komen? Ja, ik ben mijn best aan het doen. Ik moet even dat rijden onder de knie krijgen. Ik heb mijn auto ingeleverd. Now register with a catch ride so you can digestruct a new one whenever you want. Just in case you get a Pandora flat, meaning your car explodes. Kan ik even mijn skill point uitgeven? Nice. Level 4, level 5, kijk, we gaan level 5 wapens. Dat is vreemd, ik zou zweren dat ik voor jou een sniper had gehad. Ja? Ik heb nou opeens geen sniper meer. Hoe dan? Ja, vertel hem maar, ouwe. Oh nee. Dat heb ik zeker niet getiefd. En daar ben ik zo maar bang voor. Nee, ik heb hem hier nog, joh. Jij hebt hem nog? Ja. Ah, dat valt me op. Dus ik ga eerst even wat troep verkopen hier al. Goed. Even kijken. Enemies and I've got ammo. I've got bullets with your name on them. Well, wait, that's sure. Okay. Nu heb ik jou nog niet gekregen. Weg, die mag weg. Ik ben helemaal niet gekregen. Die mag weg. 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 Nu die sladder. Dat is kleding of zo. Denk het. Oké. Okay. You've got a rocket launcher I've been testing. Nice. All yours, sweet thing. Just make sure you equip it. Rocket launcher. Ja, op de auto, kijk. Jij nu bij mij heen komt, kun jij met de rocket launcher schieten. You tell Lil our ship's almost
Oké, nou moet ik eerst treden met je, want jij gaat wel weer in die auto zitten. Ja, er is hier ook nog een quest, zie ik nu. Ja. Dan neem ik ook gewoon mee. Die was level 6, toch? Ja. Moet helaas nog een level wachten. Waarom treedt hij hem niet? Misschien moet ik ook wat doen wachten. Ik ga even geld geven ervoor. Ik heb op treed geklikt. Hij treedt hem niet. Nou, geen idee bro. Laat maar zitten. Oké, en tot de gunner. Eén auto is ook goed. Wil jij nou raketten schieten of niet? Tuurlijk kan ik niet. Ja, hoppa. Dus. Wat? What the fuck? Nou, we moeten hier doorheen. Ja? Even kijken op de map. Ja, of we moeten helemaal omrijden. Maar dan moeten we echt de kleren aan het omrijden. Zo. Wacht. Hoe ga ik hieruit zo? Hier kun je je auto neerzetten, hè? Ja. Moeten we er lopend door of zo? Ik zit te kijken. Hier zat ook weer zo'n kist. Waar ik weer niks aan heb. Volgens mij moeten we gewoon omrijden, hoor. Sure? Ja, ik zal het niet weten. Fuck! Was er bijna. Komt u mee? Nou, als jij om wil rijden. Ja, beter als hier blijven staan en niet weten wat we moeten doen, bro. Nou ja, ik was er bijna, maar dat maakt niet uit. Dump, kill the holy dump truck, shoot me niet was. Zit daar niks dan? Ja, dat zit er natuurlijk niet voor niks, of wel? Lijkt me wel. Let's go. Het is maar een heel klein stukje om, gast. Echt? Als, ja. Is te doen. Oh, je zit er nog niet in. Nee, zo snel gaat hij er niet in. Dat klopt verkeerd. Let's go. Oh, hero. Watch out for those so-called twin gods. What I hear, Tyreen Calypso is the star of the show. Her brother Troy runs the cult's propaganda. P.S. They both suck. Just saying. Ja, dat moeten we ook, want Hero is genoeg te doen, zeg maar. Dump trucks in the neighborhood. I can practically smell a sumbitch. Look around.
Oh, hier zit die ene sidequest al. I'm on my way, bro. Sorry? I'm on my way. Dat is allemaal net niet. Ja, we moeten hier ook nog omhoog en dingen doen en... Je bedoelt omhoog gaan lopen. Nee, en die boss zoeken. Chillen en... Ja, er is hier echt zat te doen, zeg maar. Nou, volgens mij hoeven we alleen te killen en te looten, hoor. Nee. Dat heb jij mis, hoor. Ik ben hier al geweest. Holy shit. Ik ben down. Oh, laat mij dan erop. What the fudge? Oh, hier is die grote dude. Een helm. Hier is de boss die we moeten hebben. I know. Let's try this! Waar de fuck ben jij? Boven. Boven. Okay. Headshots en critical hits op die dude. Nice. Oh, wat een mooie shotgun. Oh, nice. Dat boeit me niet wat er nou nog ligt. Ja, oké, broer. Ik weet nu wat ik moet doen, dus als je even aan de kant gaat, alsjeblieft. Probably behind a secret trap door. Might need to do something special to get it open. Nee, waarom? Oh, wauw. Wat? Hij gooit mijn wapen weg als ik het herlaat en hij ploft. Daar moeten we naar beneden. Doei. Oh damn, look at that. That's called a red chest in bandit speak. Probably cause nice. Of blood or something. Maybe a special chest. Blood, I know. On a stag's ass. Anyways, you're always more likely to find good stuff in them red chests. They're usually hidden pretty good though, so you'll have to really search them out. But it's worth it. Thanks for taking care of that dump truck situation, sweet thing. No problem. Pedro. Nu, broer, weet je waarheen gaat? Ja, terug naar de auto. Nou, hier. Ja. Daar zit nog iets. Kijk. Hier. Ja. There must be something down there. See if you can open it somehow. Alleen, ik weet dus niet hoe ik hem open. Oh, nee, dat. Dat weet ik ook niet. Ik zie ook geen leiding of zo lopen. Klopt. Kijk, en hij zegt, als je naar de boven gaat en neerkomt met een harde klap, misschien krijg je hem open, maar ik weet niet hoe. Kan je niet gewoon openblazen met de auto? Nee. Nee, daar is immuun voor. Hij is echt immuun voor bommen en dat soort dingen. Oh, dat lijkt. Maybe you can get up high and slam down on it. Zie je? Alleen ik weet dus niet hoe je hard neerkomt. Nee, ik zal het wel even gauw. Jump crouch.
Heb je dat al geprobeerd? Hoe doe je dat dan? Controlbukje. Zo. Deed jij wat dat je dat deed of niet? Ja. Oké, ik ben geen fuck. Drukte jij kruis en springen tegelijk of pas? Nee, kruisen? Na elkaar. Ja, na elkaar. Oh, jawel, kijk. Nice. En ik ben er doorheen. Oh. Nee. Wie zegt dat? Oh. Holy shit. Oké. Nou, dat ligt niet heel veel interessants. Het is wel allemaal troep. Ja, letterlijk troep. Het is ook niks waar. Zonde van de tijd. Maar ja, 43. We weten het in ieder geval. 43 per item. 42, hier 27. Ik ben alweer bij de auto. Maar je zou toch denken dat er wel wat bijzonders moet zitten als je zoveel moeite moet doen? Ja, veel moeite. Ja. Ik vind het veel moeite. Kom maar naar boven. Nee. Oh, what? Wie? Chum. How does the day find you? Even nu nog een antenne. Ik zie geen antenne voor klaptrap. Nou, geen idee, wacht even. Ja, wacht, ik zie wel wat. Nee, wat. Dan legt hij er ook geen een. Wacht, hij schiet op mijn beest? Ja, ik schrok even van hem. Ik erin? Ik was even kijken wat er... Hey, joh. Misschien ligt er boven wat. Oh, dan kom je niet eens. Nou, probeer het maar. Kom je niet boven. Your cordial greeting has me uneasy for some reason. Fear not, friend! I am keeping close at bay with this mighty cap atop my head! I require that metal headpiece. Oh, no, no! I couldn't possibly part with it! Not right now! Dit is... You'll have to destroy the mind control transmission dishes first! I have the antenna. You heard the man! Destroy those transmission dishes! I need that hat! Transmission dishes? The mind control releasing its hold! Waar zit de volgende godsnaam daar? Yes! Keep destroying the dishes! So that I can finally be free of the voices! Waar zitten ze dan die dingen, joh? Volg die kabels in de lucht, maar ik heb ze al. Yes! We're free of those horrible calming voices! I've got it, bruh! Finally be the skin, cupcake! Nee, poes. Oh. Shiny! That hat would make me the talk of the town! Those snooty aristocrats couldn't kick me out of their fancy gales anymore! Let's go! Oh. So much. They
death cars and meat storms and blood saunas. Good stuff, right? I mean, even my clan fell for it. Gullible idiots. And I've never seen the Calypsos myself, but they must be the most terrifying, bloodthirsty psychopaths Pandora's ever seen. I mean, look, my clan only accepted me as a leader after I killed a guy with just my abs. So imagine what it takes to unite all the clans together. You'd need, like, a 20-pack. 18 bare mins. I know my clan betrayed me, but if the Calypsos mess with my Sun Smashers, then we have got a blood feud on our hands. Which would be awesome! Oh, been a while since I got a good old-fashioned blood feud going. 4-0, baby! Als je iets naar achter rijdt, dan kan ik wat zien. Oh. Zo kan het ook. Dit werkt. We zijn gevlucht, bruh. We fled. Pussy. Jij bent een pussy. Ja, maar ik wou schieten. Jij wil zoveel. Ja. Oude snoeper ben je. Ja, dat ga ik ook doen. Snoepen. Ja. Kijk, gewoon even. Ja, rare heidkneuter. Dat zo, yo. We moeten, Jezus. Waar de fuck moeten we allemaal heen? Holy moly, we gaan een stuk rijden. We moeten fair. Dat is geen probleem. Holy. Wat denk jij? Ik denk dat ik een leven hou. Nee! Hufter. Oh, wel naar zwapen zo. Ja, hij dropt voor mij een dik sniper. Je bent zelf een dik sniper. Nee, ik heb een legendary shotgun. En dat ga ik nog wel weer gebruiken. Oh, daar is nog maar level 8. Wat dropte die voor mij? Shotgun. En een dikke sniper van level 8. Nice. Ja, voor mij ook trouwens. Ja, er staat onze nieuwe auto. Hij gaat weg, hè? Huh? Wat de heck schiet ik? We hebben een nieuwe auto. Hier moeten we volgens mij niet heen. Nou, we hebben in ieder geval weer wapens voor over een paar level. Ik heb allemaal level 8 wapens gekregen. Ja, ik ook. Dat is nice. Gaan we de kant op? Ja. Dan kun je toch zien op de minimap? Ja, maar die zie ik niet heel uitgebreid, zeg maar. En we moeten hier verder lopen. Ik zie het. Oh, hier is zometeen een baas, zeker. Ik weet het niet, broer. Oh, hier is een klaptrap ding. Ik wil op 6. Hoe heb jij dat gedaan?
Hier zat een claptrap deel waar ik nu sta. Ik ben ook level 6. Yes. Maar dat komt ook loop te killen. Ik zie het. Sorry dat ik dat weer alleen doe. Nou, maar even. Ik sta vlak achter hier, bro. No worries. Ik kan eigenlijk die sniper. Welk level ik zijn we al? Verder aan de kogel 6. Maar jij bent een level 6 sniper gegeven. Ik ben kill er gewoon heen, dan kom je weer tot leven. Ik doe mijn best. Dat zeg ik, ik ben down. Ik kan je niet reviven. Nee, omdat je me laat doodgaan. Thank you. Pas, ik was aan het schieten, bro. Maar je komt zo weer tot leven, toch, neem ik aan? Ja, ik ben er al. Oh, wat zeur je dan, man? Ja, wat zeur je dan? Ik weet niet of ik al mijn wapen nog heb. Weet je, wat zeur je dan? Die badass fanatics zijn sterk, al. Holy shit, ik moet weg hier. Shit. Fuck, dat ding is irritant. Hoe heel je ook alweer? Is dat überhaupt een manier van? Ja, dan moeten we van die rode spuit op de grond leggen. Die heb je niet gewoon bij je? Nee. Kom maar, waarom gebruik ik die niet? Schiet dat ding dood. Zo. Nog eentje. Ja, ik heb fucking sniper, broer. Ja, ik ook. Ja, mijn sniper is echt doop. Ik geloof. Out of ammo, sure. Hey, main trigger! Huge props for your ginormous donation this week! It'll take us a while to sort through those arms and engine parts, but it is so worth it! When we open the great vault, you'll be there! Nou, is legt hier leven, sure. Ja, ik moet zijn leven. Pak alleen dikke wapens op. Ja, dan heb ik maar wat leuks erop dan. Die zijn nog steeds het beste, ik geloof niet in. Kom niet leuk hier hebben. Kneus. Moet ik wat weggooien? Daar ben ik niet zo blij mee. Maar goed, wat is die naast? Gaat deze weg? Hop. Deze weg. Hop.
What's wrong, bro? Niks. Was een kijkpelenzakje. Moet je nog iets van leven hebben? Nee. Ik ben helemaal verzadigd, bro. Okie dokie. Oh, dan moet ik van de shot niet schieten. Ik kan lopen, helemaal daar, joh. Bitch. Hé, hey, daar bovenop zie ik wel een dikke kist, ouwe. Pak jij de dikke kist even. Ja, ik weet niet hoe ik er kom. Dat is het probleem. En ik heb hier nog een... Nee, dat is geen wapenkist. Oh. Dat is niet de bedoeling, maar dat maakt niet uit. Die man is ook helemaal achter. Hè? Huh? Je bent vet van achter. Ja, dat klopt. Maar ja, jij vliegt overal doorheen. Zeker. Beetje tempo. Ja, jou boeit het allemaal niet wat er erop, wat er legt en noem het allemaal maar op. Lekker, hè? Maar kijk, daar bovenop. Ja, ik denk dat we daar later pas kunnen komen. Tot allemaal te kijken. Oké, we gaan de aflevering hier even eindigen. Wapens. Is goed, broer. Dit duurt al 37 minuten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ciao, ciao, wapens. Ciao, ciao.